Hey allemaal, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video commentary live ding van Frikonoe. Dus het is live commentary, daar komt het op neer. Ik ga de zombie map pack spelen. Ik heb hem net gedownload. Ik weet er niet heel veel van. Ik weet wel dat hij voor mij gratis was. Dus ik kon het gratis downloaden, dus ik was weer hartstikke blij. Hier kan ik dat alleen laten zien. Niet een private match. Kijk, private match staat er niet allemaal tussen. 5 match zombies. Classic zombies. De oude maps van Call of Duty World War, Nacht der Undertoten, Verrückt, Shinonuma en Dairisa krijg je gratis bij deze mappack. Of nou ja, gratis. Je betaalt 1200 Microsoft Points voor. Dus dat mag eigenlijk ook wel. Ik vind het alleen een beetje dom. Ik had die mappack, als ik hun was geweest, die classic zombies gelijk aan het begin van Call of Duty Black Ops gereleased. En dan hadden ze gewoon sowieso al heel veel mensen gehad die hadden gekocht voor 1200 of 800 Microsoft Points. Maar dat doen ze dus nu bij deze map pack. Ik vind het een beetje jammer dat ze dat op deze manier doen. Ik had liever nog wat online maps erbij gezien, maar het zijn alleen maar zombie maps. En die andere maps die ik jullie net liet zien, die ga ik dus niet filmen of een commentary over maken. Want die heb ik al verschrikkelijk veel gespeeld en dat is niet nieuw meer voor mij. Als je deze video zou willen zien, moet je eventjes naar het kanaal van Kilja8D gaan. Dat ben ik niet, maar dat is natuurlijk Kilja. En die maakt daar video's over van al die maps. Dus mocht je dat willen, ga naar zijn kanaal. Er staat ergens een annotation in beeld. Klik er natuurlijk niet gelijk nu op, maar klik er op straks naar de video. Ik zal hem ook wel aan het einde zetten, zodat je aan het einde erop klikt en niet nu. De nieuwe map Moon. Ik heb hem één keer net online gespeeld. En... oh, kut mijn mic. En dat was gelijk een epic failure. Voor mij duurde de map 30 seconden. Toen lagen we allemaal op de grond. Na een of ander nuke geluidje lagen we dus allemaal op de grond. Al die zombies kwamen als gestoord op ons afrennen. Je begint dus op een legerbasis. En ik heb gehoord dat daar een teleport is. Nou ja, dat probeerde die gast mij nogal schreeuwend wijs te maken. Want wij bleven allemaal lekker daar staan. En al die zombies kwamen. En die gast stond mij helemaal verrot te schelden dat ik niet kwam. Dus misschien komt het wel door mij dat ik het verpest heb. Maar ik denk... ik trek me nu van niemand meer wat aan, dus ik ga het nu in mijn eentje proberen. En dan met jullie. Jullie kunnen me helaas niet helpen, jullie kunnen wel natuurlijk kijken, groen duimpje geven, alles. Daar help je mij ook mee. En nou ja, laten we nu maar eens gaan beginnen. Eerste ronde. Je staat gelijk bij de Pack a Punch machine. En je staat op de aarde, op een legerbaas of iets dergelijks. Nou, ik ben er dus achter gekomen dat dat daar in een of andere teleportmachine is. Nou ja, teleportmachines zien er meestal wel uit met stroom en allemaal dat soort rare gedoe. Hé, ik loop langzaam hier. Nou, even wat zombies nijven. Eigenlijk moet ik ze niet nijven, want ik kan veel meer punten krijgen om 5 keer te raken. Dus 1, 2, 3, 4, 5 en dan nijven. Hé, dat werkt beter. Oké, dat is dus een nieuw geluidje en de zombies worden gelijk helemaal gek. Dit is dus een teleport. En dan ga ik ergens heen waar ik nog niet ben geweest. Ja, waar ben ik nu? En waarom wordt mijn gezicht? Hij zegt dat hij slecht kan ademen en zo. Ik denk dat ik. Ja. En nu? Nee! Oh, fuck off. Ik doe net pijltje omhoog. Kom op. Oké, nou, ik doe het even snel opnieuw. Dan kan ik jullie nog de map laten zien. Ik zie daar ook een koepel en satellietschotels. En ja. Oké, dit was best wel slecht van mij eigenlijk. Ik heb wel gehoord dat ik een gasmasker ergens moest opdoen, maar dat ik dat zo snel neer zou gaan. Nee, jullie hebben... sorry, ik heb 3 minuten of 3, 4 minuten van jullie leven verneukt om hier naar te kijken. We gaan nu even snel opnieuw doen. En er komt gelijk een ijzer ding omheen. Flauw, ik kan er niet in één keer heen rennen. Nou, oké, waar komen de zombies? 1, 2, 3, 4, 5, hup. En dan schieten we die wel af. 1, 2, 3, 4, 5. Hup. En 1, 2, 3, 4, 5. Yay. Oh shit, ze komen weer. Eng. Niet leuk. Oh, kloten. Nou, laat ik nu maar gelijk het gasmasker maar pakken. Anders val ik weer zo. Een pijltje omhoog. Wow, dit ziet er best wel awesome uit. Kan je hem ook weer afdoen? Ja, dat kan, maar dan ga je alsnog dood. Waar ben ik nu? Oh, het is dat is wel echt vet. Je bent hier dus gewoon geen zwaartekracht. Echt vet, awesome. Oké, zombies. 1, 2, 3, 4, 5, nog wat. Ik ga gewoon even rachen. Ik heb geen zin om dat slome gedoe te doen. Laat ik maar even zeggen. Ik moet even... ja, geld is sowieso niet echt... oh, what the hell.
Hey, die gast in mijn friendlist, wat komt hij hier doen? Nou, zo te zien is dat dus niet een vriend nu. Voor mij is het meer een vijand nu. Oh shit, gaat wel lekker de eerste ronde. Gelijk vet veel zombies hier. Oh, what the hell, oh. Die zombies zweven ook echt achter je aan, geniaal, oh. Nou, ik heb ronde 1 gehaald en ik heb gelijk geen ammo meer. Klinkt goed. Hey. Even. Hey, vet. Wauw. Awesome. Ik weet niet wat het zijn, maar dat zou ik wel later moeten gebruiken. En, nou ja, ik ga maar eens naar buiten, want ik heb mijn wapen nodig. Oeh. Olympia, nou dat vind ik een kut shotgun, misschien is er nog meer hier. 775, nou ik wil eerst een wapen hebben voordat ik daar doorheen ga. Waar gaat dit heen? Ik ga hier maar niet naar beneden springen. Ik hoor die gast praten. Gebruik bij deze wapen. Het is toch weer de... Het zal een M14. Nou, natuurlijk. Ik speel daar zo vaak mee online. Maar niet heus. Oké. Nou, waar zijn de zombies? Ik zie geen zombies meer. Wow. Ik zie wel zombies. Wow. Nog een zombie. Oei. Vlieg maar weg. Wow. En daar hebben we mijn vriend weer. Oei. Ik gooi een granaat voor je neus. Ga maar dood. Ben je dood? Nee. Nog een granaat dan. Weet, huh? Die gast kan niet dood. Nee. Ik ga bijna dood. En sowieso, voor de mensen die wel eens met mij zombies hebben gespeeld, die weten dat. Ik ben niet de allerbeste zombie player die er is. Ik hou wel van de Easter eggs halen en zo. En even reloaden natuurlijk voordat je max ammo pakt. Maar ik ben absoluut niet een goede zombie-speler. Ik ga altijd als eerste down. Dus als jullie ooit een keer met mijn zombies willen spelen, lijkt me hartstikke tof. Vooral de nieuwe map natuurlijk. Alleen, ga niet zeuren als ik neer ben binnen de kortste tijd. Want ik... Oh, fuck. Wow, wat was dat? Nou, hij is dood zo te zien. Dat is een stuk arm. Nou ja, oké. Laten we ronde 3. Ik wil natuurlijk even ronde 30 halen of zo. Ik heb echt al mensen gezien. Nu na 2 uur tijd of zo. Ik denk dat het wel lang online is. Maar echt gewoon mensen die nu al ronde 36 hebben gehaald en zo. Wat een no-lifers. Je ziet ook echt zo'n groot verschil, hè. Je ziet echt mensen met ronde 36 en daaronder gewoon een ronde 25 en zo. Dan denk ik echt van wow. Nou, kom op. Ik ga naar de volgende ronde. Ik wil verder. Laat ik mijn raam dicht doen, krijg ik nog geld. Zal ik straks wel nodig hebben. Oh. Nee! Kutzooi! Fuck off! Ik ben weer bij ronde... Nee. Fuck. Sorry, ik had beter een livestream kunnen doen. Oh nee, dat kan nog niet. Fuck. Ik beloof jullie de volgende video wat langer te doen. En dit is eigenlijk best wel kut. Dus, volgende deel komt morgen uit, denk ik. En dan ga ik een hogere score halen. Sorry voor het verneuken van jullie 8-9 minuten, maar ik beloof jullie dat ik verder kom dan de tweede ruimte. Nou ja, iedereen bedankt voor het kijken en rechtsboven in beeld zie je nu de link van Kilja staan als het goed is voor zijn kanaal. De andere twee zombiefits. Je ziet ook nog even de giveaway uitslag, die kan je zien. Dat staat nu ergens links in beeld, daar kan je op klikken. En rechts mijn allerlaatste video die ik had geüpload over de nieuwe Call of Duty Elite website ding gebeuren. Dus heb je dat nog niet gezien, klik ergens in je scherm en ja, tot de volgende keer maar weer. Laters!